Hallo allemaal, welkom bij de Toffe Peren podcast. Ik ben Luca. En ik ben Anne. En ik ben Hamza. Ik ben Gio. Ja, welkom terug. Ja, het is weet iemand geleden. Nog hoe lang geleden de vorige was? Ik weet het niet. Meer dan 2 maanden. Volgens mij 8 maanden. Nee, weken. 8 weken. Misschien bij de kijkers het door, maar dit is niet. Dit is anders opgenomen dan normaal. Klein beetje. Heel anders. We zitten nog steeds in quarantaine vanwege de Kung Flu. Maar Luca, ik dacht dat jij vandaag wat leuke onderwerpen had voorbereid. Nou, ik had vandaag een paar leuke onderwerpen voorbereid, Giovanni. Nou, dankjewel. Kunnen wij daar ons eerste onderwerp? Beginnen? Ja, ik ga beginnen, Giovanni. Oh, dankjewel. Ons eerste onderwerp. Alsjeblieft, Giovanni. Dankjewel. Ons eerste onderwerp zijn de overgangsnormen van middelbare scholieren. Ja. Of gewoon eigenlijk alle scholieren. Want natuurlijk zijn de meeste scholieren al lang niet meer naar school gegaan. Ja. En moeten de overgangsnormen worden aangepast? Wat is jullie mening? Laten we op alfabetische volgorde beginnen. Met achternaam of voornaam? Weet ik niet, dat boeit mij niet. Ik denk voornaam, want als iemand iets leuks heeft te zeggen, zeg maar gewoon. Oh, oké, is goed. De overgang. Wat zijn de overgangnormen van ons school voor nu? Dat je zeg maar 2, 5 of een 4 mag staan. En dat je gewoon goed opgelet hebt en goed aanwezig bent geweest tijdens deze periode van quarantaine. En wat als je bijvoorbeeld één keer niet, nou, één keer absent bent? Dan heb je een probleem, denk ik. Ik weet het niet. Oh shit. Ik denk dat het vooral ligt aan de docent. Of ze er een probleem van maken als je één keer. Ja, dat denk ik ook. Want sommige docenten zeiden ze dat ze echt gewoon opletten. En anderen staan zo van. Schouders ophouden, gewoon, ik weet het niet. Okay, ik weet niet of het op andere scholen ook zo is. Maar op onze school is het echt heel erg vaag. Dan krijgen we de dag voor zo'n persconferentie kregen we een mail dat we op 2 mei weer terug naar school mochten. En toen kregen we geen mail terug dat het niet op 2 mei was. Dus als je de persconferentie niet had gekeken, had je een probleem. Dan ben je gewoon om 8 uur 2 mei op school. Ja, het is voor iedereen vaag en chaotisch. Dit is nog nooit gebeurd in moderne tijd en niemand weet wat de bedoeling is. Ik denk, wat was de laatste grote pandemie? Maar dat maakt niet uit. Hier in Nederland of gewoon? Ja, gewoon. Maar laten we het niet meer over pandemieën hebben. Want in elke podcast hebben we wel iets over een ziekte gehad. En ik ben er een beetje klaar mee. Is dat ebola? Of Zika-virus? Ebola? Volgens mij was ebola geen hele epidemie. Die ziektes waren geen pandemie. Ik weet niet meer waarom. Als we het gewoon hebben over pandemie. Het besmette heel weinig. Maar laten we het hebben over de overgangsnormen. Wat vinden jullie? Ja, ik weet niet. Ik vind het oké. Voor nu, deze. Sta je nu op overgaan, Hamza? Ik sta 0.0, ik sta 0.1 punt af van overgaan, helaas. Oh. Maar waarom ben je dan ook oké met overgaan? Ik hoef maar een 5,8 te halen als ik wil overgaan. Dat is niet zo moeilijk. Hamza, dus het klopt dat jij 2 tekortpunten hebt nu? Ja. Oké. Dat is echt een onverwachte wending, want ik dacht dat ik de meeste tekortpunten had van ons. Hoeveel heb jij dan? Ik heb er 1. Ik heb er ook 2. Oh. 2 vijven. Oh, dus dan ben ik toch niet zo... idioot als dat ik dacht. Oh, mag je dat wel zeggen? Ik heb er 1, maar dat is gewoon Nederlands. En Nederlands is gewoon veel te moeilijk. Ik heb Nederlands echt opgegeven. Ik sta 4,9 voor Nederlands. En mij boeit het eerlijk gezegd niet meer. Nee, mij ook niet. Ik ben altijd gewoon goed geweest in Nederlands, maar niet in spelling en grammatica. Omdat ik een beetje dyslect ben. Ik spel kat met een U voor de duidelijkheid.
Maar ik vind dat de overgangsnormen best wel een beetje mogen veranderen. Dat ze vooral gaan kijken hoe verantwoordelijk je bent geweest de afgelopen periode. Of je gewoon je huiswerk gedaan hebt. Of dat je gewoon heel de tijd niks ingeleverd hebt. Niet bij meetings bent geweest. Nooit iets van je laat horen. Ja, dat is het ook, hè. Doen ze dat niet al? Ja, maar je cijfers zijn nog steeds bindend. Nee, de vraag is vooral van... Nee, maar als je in deze periode goed je best doet... De vraag is denk ik vooral, moeten de overgangsnormen gewoon in het algemeen worden aangepast omdat het aan het begin van het jaar was en niet van wat het nu is? Oh ja, ik vind van wel. Ik vind dat er meer... Ik vind dat er iets meer gekeken mag worden naar een individueel persoon. Want er zijn mensen die halen hele hoge cijfers. Maar die zijn niet goed in vakken. En er zijn mensen die zijn goed in vakken, maar halen gewoon gemiddelde cijfers. Dus daar moet je dan ook nog even een beetje naar kijken. Want iedereen kan een werkstuk overschrijven van het internet en een 8 halen. Maar snap je de stof dan wel, zeg maar. Dat bedoel ik. Ik vind eerlijk gezegd dat als je een werkstuk overschrijft, dat dat gewoon oké is. En het is je eigen probleem als je zo meteen niet weet hoe je werkstuk moet schrijven. Ja, oké. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Ja, inderdaad. Dat is een heel goed punt. Dat klopt wel. Kijk, dan laat je dit centje overgaan, dan heb je een jaar daarna. Dan kan je het niet, dan is je eigen schuld. Dat klopt. Maar dat gaat ook weer voor problemen zorgen als iedereen dat doet. En daarna gaan leraren zich niet ermee bemoeien. Uiteindelijk weet niemand hoe je dan. Ja. Want meestal. Weet het, die kinderen die overschrijven en dat soort dingen, ze zijn gewoon te lui om. Ja, over het algemeen is het inderdaad luiheid. Of gewoon het idee dat ze er zo ook wel komen. Maar, ja. Ik weet het niet. Het is best wel een gecompliceerd onderwerp, vind ik. Wacht, als we nu naar deze overnoemsgangen gaan kijken. Wie kan me overgaan? Ik kan... In ieder geval wel overgaan. Ik kan overgaan, denk ik. Het hangt bij mij echt allemaal van één toets af. Voor mij hangt het voor elk toets af. Ik moet gewoon geen onvoldoendes halen voor nu. De laatste toetsen geen onvoldoendes, dan kan ik misschien het halen. Ja, ik ook. Maar als ik... Ja, zeg maar. Sorry. Nee, ik dacht van, maar als ik bijvoorbeeld... Als ik zeg dat ik alleen maar voldoende staal, dan kan ik wel opengaan. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik het ingewikkelder in mijn hoofd maak dan dat het daadwerkelijk is. Als je slim was, koos je Duits in je proef. Dat heb ik gedaan. En dan was het een hele slimme actie van jou, want HAVO krijgt. Want HAVO krijgt wat? HAVO krijgt geen Duits, toch? Ja, dat klopt. Oh ja, dan heb je zeg maar nog een buffer voordat je naar HAVO moet. Voor de duidelijkheid, wij zijn allemaal VWO-leerlingen, dus als wij het hebben over andere niveaus en het klopt misschien niet, alsjeblieft, word niet boos. Ik hoop het niet, in ieder geval. Nee. Over het algemeen zijn er best wel beschaafde mensen op de wereld. Behalve als het om wc-papier gaat. Ik vraag me nu af hoeveel mensen nu op overstaan gaan. Want ik ken iemand die... 14? In onze klas, 14 van de 12? 20. Er zijn toch 21 mensen die in onze klas zitten? Er zijn 22. Oh, 21 gaat dat. 21. Oh ja, we hadden de 23 en 2 mensen zijn afgevallen. Weg. Ja. Ja. Ook, ik denk dat... Ja. Ik ben nu echt benieuwd wie allemaal over kan gaan. Ja, ik ook. Ik denk niet alleen altijd als ik daarover denk aan onze school. Ik denk gewoon van welk percentage van alle leerlingen gaat over dit jaar. Ik denk dat aan het begin van het jaar dat er een kleiner aantal overgaat. Ik denk dat de meeste leerlingen aan het einde van het jaar denken van...
Ja, dat ze nu echt hun best moeten doen. Dat ze anders niet overgaan. Dat daardoor veel mensen net overgaan. Ja, ik denk dat dat wel klopt dat je zegt. Ik denk gewoon dat het klopt. Ik deed dat op de basisschool soms ook. Dat ik gewoon zoiets had van, weet je. Ik sta toch een 8 gemiddeld voor alles. Dus ik ga gewoon niks meer doen. En toen haalde ik een 6. En toen had ik echt zoiets van, oh shit. Ik moet weer 10 halen. Was het bij jullie basisschool ook zo dat als je iets lager dan een 8 haalde, dan was je gewoon echt, echt super, je ging gewoon bijna huilen. Nee, want ik was heel erg relaxed. Net als nu. Met hoe ik cijfers ging halen. Ik weet het niet. Er is altijd tegen mij gezegd dat je het niveau wat je op de basisschool haalt, een van de belangrijkste niveaus is die je ooit gaat halen. En nu ben ik er gewoon achter zo van. Dat is compleet gewoon onzin. Ja, dat werd niet eens tegen mij verteld. Voorlopig advies in groep 7 kreeg ik MAVO. Daarna had ik HAVO gehaald in groep 8. En nu zit ik op VWO in de derde. Ja. Weet je, ik had één CITO-score was bij mij kader. En toen hadden ze bij een andere, die daarna kwamen ze naar me toe van, heb je niet afgekeken? En toen zei ik echt zo van, nee, ik heb niet afgekeken. Ik heb vorige toets gewoon heel slecht gemaakt. Maar ik ben wel heel verkeerd afgekeken. Precies, ik had één toets had ik kader en de toets daarna had ik gewoon VWO. Ik had een bijna perfecte score. En toen vroegen ze echt aan me van, hoe heb je afgekeken? Nou, ik vraag me, waarom hebben ze dat gevraagd? Alsof je ja ging zeggen. Precies. Dan heb je afgekeken. Ja. Dat is hetzelfde als je popsterren vraagt, zijn jullie van de Illuminati? Dan zeggen ze of ja of nee, toch? Als ze zeggen ja, dan zijn ze gek. Als ze zeggen nee, dan zeg je ja, maar dat is precies iets wat iemand uit de eliminatie. Ja, en als zeggen ze ja gewoon omdat ze klaar zijn met het gezeur, dan krijgen ze nog steeds meer gezeur. Er is geen goed antwoord. Ik weet het niet. Ik ben blij dat ik gewoon een nobody ben. Ik wil gewoon nu op deze niveau blijven. Ja, oké, okay, maar we zijn nog niet zo heel groot. We hebben 16 abonnees hoor, Giovan. Oh, dat is... Oh ja, wacht. We zijn iets gegroeid. Volgens mij, de laatste keer dat ik had gekeken, hadden we er nog maar 10. Oh, het zijn 6 mensen. Shoutouts naar Niek. Die heeft gereageerd op onze vorige podcast. Die vroeg om meer. Hey, even een interessant verhaal. Ik denk dat ik in contact ben gekomen met die Niek. Mag ik vragen wie die Niek is? Ik weet het niet. Ik denk dat mijn broertje met iemand speelde op de Xbox die ook Niek heette. Ja, apart. Maar inderdaad, shout-out naar hem. Heeft iemand nog wat te zeggen over overgangsnormen? Nee, maar ik wil nu ook een shout-out geven. Aan wie? Aan wie wil je een shout-out geven? Wacht. Ja, het is Sinien. Zij zei van dat het heel goed was, onze podcast. Oh, ja. Laten we dan gelijk iedereen die heeft gereageerd op onze video's een shout-out geven. Ja, maar ja. Ik heb de video's er nu bij. By the way, kan iemand straks... Nou, laat maar, bespreken we straks wel. Oh. Als je zoiets zegt, dan heb ik het gevoel dat we het niet gaan bespreken. Nee, dit is ook niet iets wat je moet bespreken. Het is niet heel ernstig. Oké, shout-out naar Niek, die hebben we al gegeven. En als je geen shout-out wil, laat dan iets in de reactie achter. Shout-out naar Emily Ghost. Als je geen shout-out wil, dan heb je als je geen shout-out wil, dan gaan we alsnog doen. Ja, precies. shout-out naar het Falcon-punt. Shout-out naar Hamza Place 2. Shout-out naar de zon. Shout-out naar alle planten. Wolken. Shoutout naar Giovanni. Dankjewel Giovanni. Hey, wat? Ik had volgens mij ook een comment op een van de video's geplaatst. Ik weet wel zeker dat ik het had gedaan. Ik weet zeker dat ik geen één comment heb gedaan. Oké, ik heb een vraag die gewoon compleet off-topic is, maar
Om een schaal van 1 tot 10, hoe leuk vinden jullie het om deze podcast te maken met elkaar? Ik geef een 10. Ik vind het best wel leuk om zoiets te doen. Oké. Okay. En ik leer soms... Volgens mij is dit een schrikvraag. Als je lager dan 10 geeft, dan word je eruit gekikt. Nee, nee, wacht. Ik wil gewoon Gio, serieus. Ja? Ik zeg 9. Wat nu? Oké, ja, dan vind jij het een 9. Ja. Ik ben gewoon echt oprecht benieuwd. Nou, ik vind het team, want ik vind het best wel leuk. En soms leer ik dingen. En ik vind het gewoon leuk om, ja, soort van meningen te geven. En ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar ik vind het gewoon leuk. Ja, ik ook. Ik vind het vooral leuk om te discussiëren over dingen. Ja. Dat is en iets dat ik wel leuk vind. Ja. Ik vind leuk dat we onze plan, nee, ons idee gewoon kunnen uiten. En dan gewoon ermee kunnen praten van waarom we dat vinden. Ja, ik vind het persoonlijk... Hebben we ooit het verhaal verteld hoe de podcast is begonnen? Kunnen we een andere keer uitleggen. Maar ik vind het gewoon persoonlijk wel leuk om inderdaad vriendelijke discussies te hebben met jullie. En gewoon dit soort dingen te maken en dan op het internet te zetten. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik geef het ook al 9,5. Waarom die 0,1 niet? Omdat we het niet... Ik vind dat we het gewoon... Het lijkt mij leuker als we het wat vaker zouden doen, als we het wekelijks zouden kunnen doen, want dat is het grootste probleem. Ik denk dat we het niet elke week kunnen doen op dit moment. We krijgen nu kritiek van onszelf. Ja, precies. Oh. Nou, mooi. En Hamza, jij hebt nog geen antwoord gegeven, je bent de hele tijd al stil. Oh, wat was dat? Normaal ook. Normaal wat ik van de podcast vind. Ja. Ja, dat was de vraag. Ja, goede podcast. Nee, 1 tot 10, hè? 1 tot 10, hoe leuk vind je het? Oh, je, een 8. Waarom een 8? En waarom die 2 punten niet? En niet alles is perfect, hè? Ja, dat klopt. Mijn favoriete film ooit geef ik een 8,5. Wat is we zijn, een halve punt minder dan zijn favoriete show. Dat is wel een goede score, vind ik. Nee, het gaat mij niet... Ik vroeg niet, hoe goed vind je de content? Want de content... Lijkt me sterk dat heel veel mensen dat leuk gaan vinden. Maar hoe leuk vind je het om te maken? Dat was mijn vraag eigenlijk. Ja, een 8. Een 8, oké. Okay. Oh. Luca haat het zo. Oh. Viel ik weg? Ja, je viel weg. Maakt niet uit. Wat was het laatste wat jullie van mij hebben gehoord? Een 8. Volgens mij niks. Het was stil. Ja, je was stil en toen viel je weg. Ja. Zullen we dan maar gewoon doorgaan naar het volgende onderwerp? Ja, lijkt me wel leuk. Ja. Oké. Ons volgende onderwerp is over iets heel leuks. Wat dan? Wat is jullie mening van de over de doodstraf? Ah. Oh, moet legaal zijn. Oh my god. Moet het legaal zijn of niet? Ja. Waarom? Zij jij vermoord 20 kinderen? Er is geen consequentie, want je krijgt misschien levenslang. Nee, maar kijk. Wat vind je levenslang van een misdaad? Meer. Nog Hamza. Wat vind jij de minimum misdaad die je moet plegen om de doodstraf te kunnen krijgen? Minimaal 5 mensen vermoorden. Ik denk, nee, luister, vier mensen dan. Ik denk dat meeste doodstraffen gegeven moeten worden aan mensen die vreselijke dingen... aan kinderen en jonge vrouwen hebben gedaan. Want die kunnen zichzelf over het algemeen minder goed verdedigen. Ja, maar dan kom je jonge vrouwen bijvoorbeeld. Wanneer is een vrouw jong? Vanaf 18. Wanneer is een vrouw oud, Giovanni? Vanaf, als je wanneer ze zichzelf zegt... kan beschermen? En kan... Nee, maar volgens mij... Vanaf wanneer je legaal een taser kan... Niet... Okay, wanneer je semi-legaal een taser kan bestellen op Amazon? Wanneer is dat? Wanneer je de CAPTCHA-test kan voltooien. Nee, ik bedoel eigenlijk gewoon kinderen. Ik wou een grap maken inderdaad over die CAPTCHA, maar hij is blijkbaar niet zo heel goed. Nee, het vloog over mijn hoofd heen. Okay. Maar ja, laten we verder gaan. Over die... Over de dood. Hamza. Wat is de minimum misdaad die je moet plegen... Om een... Oh nee, wacht, je zei, je hebt al antwoord gegeven. Ja, 100 van 5. Maar waarom niet 4? Waarom stop je bij 5?
Waarom stop je bij 4? 4 is eigenlijk oké. Okay. Ja, maar wat als iemand 3 mensen vermoord? 5 is een priemgetal en dat klinkt wat fijner. En ik denk dat Hamza 3 te weinig vindt. Dat is, ik zou 3 inderdaad een goed nummer vinden. Als je 3 kan, hebt... 3 kan ik laten gaan. 3. Nee. Ja, maar... en als je nou 2 mensen vermoordt? 2 mensen vermoord, dan krijg je levenslang. Oké. Okay. Als je, luister één ding. Als het dood door schuld is, telt dat dan ook bij een van die moorden of zo? Want dood door schuld kan al zijn van, hey, er verdrinkt iemand en hij is al bijna dood. En ik kan niet snel genoeg in het water springen om te redden. Dan is het dood door schuld. Ja, maar we hebben het nu over moorden. We hebben niet over dood door schuld. We hebben niet over doodslag. Nee, maar over sommige mensen... We hebben het gewoon er zijn er serieus mensen die willen dat dood door schuld dezelfde straf krijgt als moord. Wie zijn die mensen? Sorry, maar dat is onzin. Ja, maar ik heb serieus dus op forums en shit dat soort dingen gelezen. En toen dacht ik ook zoiets van, weet je wel wat het verschil is tussen moord en dood door schuld? Weet iedereen dat hier anders? Nee. Zullen we dan tenminste wel een beetje uitleggen voor mensen die bijvoorbeeld niet snappen? Ik gaf net een voorbeeld, maar leg het maar inderdaad uit. Want dat voor mij was ook langdradig als ik weet niet wat. Toen is het stil. Doodstil. Nee. Doodstil. Ik snap. Want we hebben het over dood. Oh, ik snapte hem niet eens. Waarom? Hamza, wat is er mis met je? Ja, het is nog steeds... Heb je je hoofd gestoten? Gaat alles goed met je? Nee. Ik ben al die gewoon niet opgeleid. Gaat het goed met je of niet? Ik moet iets anders doen. Ja, gaat prima met mij, hoor. Oké, okay, ik zei dus, heb je je hoofd gestoten? Gaat het goed met je? En het enige wat je zei was, direct nadat ik vroeg van, gaat het goed met je? Zei gewoon nee. Dus ik dacht van, is er iets mis? Hij zit gewoon niet aan het luisteren. Hij is gewoon bezig met een... Ik luister gewoon. Nee, ik luister. Hij zit weer op Reddit. Hij zit weer op Arsenal Prequel Memes. Reddit, nee. Of is het ik praten? Ik kijk naar die notities van wat ik straks... Ze luisteren gewoon naar het onderwerp. Ja, oh, ja, maar weer terug naar het onderwerp. Kijk. Wat moet er vooraf zijn gegaan voordat de doodstraf kan worden uitgevoerd? Bijvoorbeeld, vinden jullie dat iemand moet hebben bekend voordat de doodstraf kan worden gepleegd? Als er een mes is bij de hoe heet dat? Pilatus delict, of zo? Ja. Mm-hmm. Als er daar een mes is met jouw vinger afdrukken. Dan is best wel duidelijk wie dat heeft gedaan. Maar bijvoorbeeld als je daar woont en je gebruikt die mes om te koken. Okay, en opeens ga je naar buiten. En opeens als er geen duidelijk 100% bewijs is, dan zou ik geen doodstraf. Ik zou dan wel iemand minimaal 25 jaar geven. En dan als het dan nog steeds niet genoeg bewijs is voor de rest van zijn leven, dan zou ik gewoon zoiets hebben van ja. Geef hem dan nog TBS en al die andere trajecten voordat je vrijkomt. Want basically, als je genoeg celstraf krijgt, dan heb je uiteindelijk levenslang. Omdat je dan in TBS-kliniek moet, dan moet je weer in zo'n rehabilitatieproces. Dus het duurt wel lang, maar ja, als je in zo'n rehabilitatieproces zit, dan kan je best wel makkelijk weer terug de samenleving in ontsnappen. Dus... Maar wat? Nou ja, wacht even. Ik weet niet meer wat ik al vragen. Zeg maar even. Maar wat zou een situatie zijn waar je absoluut geen doodstraf mag geven, wat wel een erge misdaad is? Niet van, je mag geen doodstraf geven bij een parkeerboete of zo. Dat slaat nergens op. Ja, dat vind ik wel. Of zijn er uitzonderingen waar je geen doodstraf mag geven? Hamza zei net van, doodstraf mag alleen worden gepleegd bij 5 moorden. Maar wanneer als 4 moorden. Zijn er ook 4 moorden? Zijn die 4? Ja, daarna veranderde hij naar 4 moorden. Ja, want... Oké, maar zijn er ook andere misdrijven waar de doodstraf voor moet komen naast de moord? Nee, maar ik kijk, volgens daar dacht ik ook aan. Mijn brein ging gelijk naar seksuele misdaad. Ja. Daar ging je denk ik naartoe. Daar ging mijn mind ook gewoon direct naartoe van... Ik zou zeggen dat als je iemand verkracht en vermoordt, dat je dan ook gewoon minimaal levenslang... Of gewoon bij verkrachting al levenslang.
Oké. Okay. Als is, en dan als is ook nog daar achter. En als je daarachter nog iemand vermoordt. Oh, dan is het gewoon niet wegwezen met jou. Ja. Dus stel je voor, je hebt als minimum van 4 moorden is doodstraf. Ja. Stel je voor, je pleegt 3 moorden en een verkrachting. Wat dan? Dan heb je nog steeds verkracht en vermoord. Dat is dan wegwezen. Weet ik veel, een bonus van 5 jaar? Bonus. Ik vind dat je gewoon... Ik vind dat je gewoon bij elke moord, echt moord, gewoon moord in koude bloeden, dat je dan al levenslang moet krijgen. Of moord, ja, met, moord met voorbedachte raden is in mijn hoofd net zo erg als moord in koude bloeden. Ook een poging tot moord. Een poging tot moord denk ik dat niet levenslang, maar minimaal 40 jaar. Ligt er aan onder welke omstandigheden? Ja, dat klopt. Want ja. Een poging tot moord kan ook al zijn omdat ik... Je kan me ook al aanklagen voor poging tot moord als ik je tegen je aanstoot bij een trap en je valt toevallig 2 treden naar beneden. Dan kan dat ook gezien worden als poging tot moord. Of maar dat is dan dood door schuld? Nee. Want als die persoon het overleeft, kunnen ze je aanklagen voor poging tot moord. Je kan echt serieus, voor de kleinste dingen kan jou aangeklaagd worden voor poging tot moord. Serieus? Ja. Wow. Stel nou dat je weet dat iemand... Het zou kunnen dat jij hebt uitgerekend om precies op dat moment daar te gaan staan en hem daar van de trap af te duwen. Ja, en stel dat hij dood zou. Ja, en stel nou dat je weet dat iemand hartproblemen heeft. En je laatste schrikken is ook al poging tot moord. Want je weet dat die persoon hartproblemen heeft. Het is heel makkelijk om iemand te beschuldigen voor poging tot moord. Maar ik bedoel meer van iemand probeert moord te plegen en het mislukt. Dat bedoel ik met poging tot moord. Ja, oké. Okay. Dan vind ik dat wordt... ook wel 40 jaar gewoon wegwezen met jou. Want ik vind... hoezo is dit anders dan moord? Poging tot moord die mislukt is en moord. Omdat, kijk, ik heb zoiets van, als jij je ik heb sowieso dat voor hele erge misdaden, dat de doodstraf te goed is. Ik vind dat als jij echt een seriemoordenaar bent en je hebt echt heel veel mensen, dus meer dan 10 mensen doodgemaakt, vind ik dat je gewoon de rest van je leven in je eentje opgesloten moet worden. Want dan is doodstraf, dan ben je te snel van je straf af, weet je wel. Ik heb ook zo'n niemand heeft daar profijt van. Ja, je maakt iemand af en het is klaar, weet je. Nou, je hebt gerechtigheid. Maar als je echt die persoon de gevolgen van zijn daden wil laten voelen voor de rest van zijn leven, dan lijkt mij dat de beste manier om dat te doen. En niet de doodstraf, want ja, dat is... Te snel. Dat, ja, daarom dan... Ze voelen geen pijn. Misschien wouden ze dat liever. Want ja. Als je bijvoorbeeld in een gevangenis zit, in zo'n hok, met niemand naast je, dan word je van jezelf al gek en zo. Ja, precies. Dat kost ook allemaal geld. En dan voel je de pijn. Maar dan kost geld van om hun te voeden en dan nog... één minder plek te hebben voor bijvoorbeeld potentiële andere, ja, en omdat je vangen. Dan mensen die echt iets van 3 moorden of zo plegen, die krijgen dan wel de doodstraf, omdat ze dan niet zoiets ergs hebben gedaan, dat je zoiets hebt van, je bent gewoon een monster en we weten niet wat we met je aan moeten. Ik vind sowieso dat als je een moord pleegt en daar zelf geen problemen van krijgt, in je hoofd, dat er dan al iets mis met je was. Maar toch, het is moeilijk om uit te leggen, want een psychopaat kan een moord plegen en dan geen berouw erbij voelen. Maar als iemand anders iemand per ongeluk vermoordt, dan voelen ze daar over het algemeen wel berouw bij en voelen ze zich wel heel erg slecht. Mm-hmm. Maar hoe je erover nadenkt? Nee. Maar daarom vind ik ook gewoon, daarom heb ik ook zoiets van, als je iets te ergs doet, sluit iemand op. Want mensen zijn sociale dieren, daarom is voor veel mensen de quarantaine zo moeilijk. Mensen hebben gewoon contact met andere mensen nodig. Om normaal te functioneren. Dus dan heb ik zoiets van, dat is hetzelfde als dat je een oog om een oog neemt, weet je wel. Ja. Ja. Een leven voor een leven is ook zoiets van,
Waarom? Daarom vind ik het ook heel erg apart om te zeggen van deze persoon krijgt de doodstraf, maar deze niet. Maar ik denk dan voornamelijk aan uitzonderingen. Welke mensen zouden dan geen doodstraf mogen ontvangen? Bedoel je dan moord? Dan bijvoorbeeld, dan krijg je doodstraf en dan wordt er dan nog gekeken of je geen doodstraf krijgt in plaats van of je wel doodstraf krijgt. Nee, kijk, er wordt eerst... Kijk, doodstraf zou dan altijd de laatste optie moeten zijn. Niet van, je hebt één moord gepleegd en je krijgt standaard doodstraf totdat er wordt bepaald van dat het iets anders moet zijn. Maar doodstraf moet een laatste optie zijn als die persoon echt veel en veel te gevaarlijk is. Ja, bijvoorbeeld als bijvoorbeeld iemand een seriemoordenaar is die misschien bijvoorbeeld 8 mensen heeft vermoord. Ja, dan... En dan een soort van een con-artist is met, dat die kan ontsnappen van een gevangenis. Ja. Ergens bedenk ik me ineens in mijn hoofd dat gevangenissen niet alleen zijn gemaakt om mensen te straffen, maar om gevaarlijke mensen binnen te houden en weg te houden van de samenleving. Apart. Maar zouden er dan uitzonderingen moeten zijn? Dus deze personen mogen niet de doodstraf krijgen versus deze wel? Nee, opeens dat ik denk. Wat over assassination? Assassination. Dat is gewoon moord, toch? Ja. Wat is het verschil? Wie het nou gepland hebt, die mensen worden... Oh nee, dat is wel iets anders. Kijk, of je het plant en of je het niet hebt gepland, wordt wel anders gezien. Dus als ik bedenk van, ik ga vandaag iemand vermoorden, wordt anders gezien als dat je iemand ineens uit het niets vermoordt. Dat wordt totaal anders gezien. Maar het wordt nog iemand gezien... uit het niets vermoorden, dat is doodslag, toch? Ja. Dat is wel heel anders dan. Ja, dat wordt ook heel anders bestraft. Maar ik heb nu zo van een voorbeeld. Mm-hmm. Ik had geloof ik dit ergens gelezen, maar ik weet niet meer waar. Deze 2 maanden, ik kan niks onthouden, maar ik kan wel zo'n snippets onthouden. En ik heb iets gelezen van een man heeft 8 mensen vermoord. Het lijkt alsof hij het heeft gepland, maar ze weten zijn motieven niet, motivatie niet. Ja. En zo van... Wacht wel dat ik weer zeg, mensen ik weet zijn, niet meer. Ja, mensen zijn heel erg messed up. Dus je kan gewoon van de een op de andere dag... dan is er waarschijnlijk ooit aan de hand met je. Maar er zijn dus mensen die kunnen van de een op de andere dag... de wil krijgen om mensen pijn te doen of gewoon te vermoorden. Dus er is ook wel interessant. Moet je motivatie meetellen met de straf die je krijgt? Ja, nee, kijk, bijvoorbeeld als 1 persoon, ja, er zijn gekke mensen die echt gewoon mensen willen vermoorden, dat die... Voor de lol, die zijn er ook, en dat vind ik de ergste mensen. Ja. Die hebben, ik vind het niet erg van, weet je, ik vind het wel erg, maar hoe ik het zie, er is iets aan de hand met die mensen. Dus het had ergens voorkomen kunnen worden dat ze mensen gingen vermoorden. Door je mensen met mentale problemen niet buiten te sluiten, maar... extra in de gaten te houden en extra hulp te bieden. Maar moet het meetellen in de straf die je krijgt? Je motivatie? Ja, ik denk het wel een beetje, maar niet heel erg. Ja, ik denk ook een beetje. Van, ja, je kan door deze motivatie zien dat hij zoveel mensen heeft vermoord. Of ja, nee. Ik vind zelf ook dat de doodstraf een optie moet kunnen zijn. Ja, dus maar echt om de laatste optie. Nee, dat iemand die levenslang gaat zitten, die mag dan kiezen dat hij na een paar jaar dan de doodstraf aanvraagt. Nee, niet een paar jaar. Het hangt van zijn... van zijn crime, ja. Als je op een gegeven moment 10 jaar zit, dan denk ik dat je wel een beetje je lesje geleerd hebt. Ja, 10 jaar... Tenzij het nog eens gaat doen natuurlijk. Ja, wat gaan ze doen? Dan moet je toch. Daarom moeten we ook speciale max security prisons hebben in Nederland. Maar die hebben we volgens mij niet helemaal.
Want dat zou toch te duur zijn, omdat je... Nee, want die mensen daar binnen kunnen echt productief zijn. Je kan mensen in gevangenissen productief maken door gewoon consumentenproducten te maken. Dat wordt in heel veel landen buiten Nederland wordt dat gedaan, vooral buiten Europa. Dan moeten ze in gevangenissen gewoon werken als standaard schema, behalve dan op zondagen of andere dagen. Hangt er maar net vanaf welk geloof het land heeft, zeg maar. Maar dan kom je al snel in de werkkampen en dat soort dingen. Ja, ik zou het niet per se een werkkamp moeten noemen. Ik zou gewoon zeggen van, in gevangenissen zitten mensen over het algemeen heel de dag niks te doen. Ik denk dat het ook humaner is zelfs om die mensen gewoon normaal, niet zeg maar echt super uitputtend werk te doen, maar gewoon dat ze iets hebben om bezig te zijn. Dat ze niet snel nog gekker worden dan dat ze al zijn, of dat ze niet snel nog de drang krijgen om te moorden. Ja, dat vind ik wel waar. Want als ze de drang een beetje omhoog gaan, dan zoeken ze voor meer uitgangen. Ja. Om weg te rennen. Ja. Oké, iets heel anders. Het hoort wel bij het onderwerp. Wat voor soort doodstraf? Op welke manier zouden we de doodstraf dan uit moeten voeren? De elektrische stoel. Daar ben ik dus zwaar op tegen. De elektrische stoel is een van de minst humane manieren om mensen te executeren. Wat doe je dan? De guillotine? Kan je dan? Nee! Zelfs een guillotine is beter dan een elektrische stoel. Nee, dat is wel waar, want dat is een snelle dood. Maar voor opties hebben we dan? Ja, over het algemeen zijn de meest bekende dood door injectie. Dus dan spuit je een dodelijke injectie in. Dan word je eerst fatale injectie. Ja, alleen ik denk dat ze het dan hier in Nederland zouden doen met narcose en dan een dodelijke stof, omdat het is Nederland. Vuurpeloton. Gaskamer is er ook in Amerika nog. Dat lijkt me gewoon sowieso een no-no. Elektrische stoel. En dan heb je nog wat oudere methodes als guillotine of galg of zo. Het goedkoopste lijkt me dan misschien de elektrische stoel. Of zelfs een guillotine. Maar ik denk niet dat mensen er zo'n fan van zijn. Maar kijk, als je vijf man vermoordt, verdien je ook geen humane dood. Maar je moet ook bedenken dat... Maar waarom verdien je wel een humane dood als je vier mensen vermoordt? Precies. Nee, maar dan krijg je ook geen doodstraf als je vier mensen Ik vind dat je... Kijk, ik vind dat je niet per se een humane dood, maar gewoon iets wat simpel, snel en ook zo min mogelijk troep maakt. Want dat is echt een van de belangrijkste dingen. Want het kan dus gebeuren met een elektrische stoel dat iemand zo hard spasmus krijgt in zijn spieren. Ik bedoel, weet ik veel, snij iemand mensen hun pols ervan, of geven ze dan de guillotine of zo. Zoiets. Nee, injectie. Lijkt me ook dat is pijnloos, though. Dat is pijnloos. Maar ik zie het zo, als je iemand zo snel fysiek wil laten lijden, ben je dan niet net zo erg als de moordenaar zelf? Vind ik ook, ja. Dus als je iemand doodschiet, word je zelf doodgeschoten? Dat lijkt me wel. Hoewel, kogels... Want als je vijf mensen doodschiet, krijg je dan vijf verschillende kogels. Kijk, maar kogels, als iemand bijvoorbeeld iemand anders in de niet zo van... Ja, humeen, een brede dood. Maar dan is van, dan geven ze een excuus van een leven voor een leven, maar dan ben je zelf niet zo van. Dan ben je zelf net zo erg bijna. Niet zo. Dat. Waar ik soms ook aan. Leeft Oscar nog? Net ook aan zat te denken. Oscar, leef je inderdaad nog? Ja. Oh. Yes. Oké, Giovanni, wat als je gewoon vijf mensen achter elkaar zet en je geeft ze allemaal... En je schiet er eentje en de kogel gaat van hoofd naar hoofd naar hoofd? Dat gaat toch niet? Het klinkt misschien heel kloos, maar kogels vervormen. Dus wanneer die bij de laatste komt,
is de kogel kan misschien al helemaal een andere kant op geweest zijn. Dus dat is niet effectief. Ja. Laten we zeggen, het is een magie. Ja, dan ja. Over magische kogels gesproken. Ik heb ook een topic over de... Gewoon een moordenaar RPG. Van een RPG. Nee. De moordenaar, de assassination van Kennedy. Oh. Wat is daarmee, Hans the Place? Er wordt gespeculeerd dat er 2 scherpschutters waren en niet 1. Ja. Want 1 kogel die ging... Stel je voor, een kogel gaat van je nek naar je rug naar iemand anders de pols. Ja, dat kan. Kogels... In 1 schot. Nee, maar de kogel gaat... Een kogel kan onder de juiste omstandigheden zelfs 180 graden draaien. Dus dat die gewoon nee, maar dezelfde de kogel kant gaat, naar buiten komt. Gaat 100... Nee. Maar de kogel gaat 90 graden verticaal naar beneden. En gaat weer 90 graden verticaal naar links. Horizontaal naar links. Met nog steeds dezelfde snelheid. Een superleuke met dezelfde snelheid kan niet. En het zakt meerdere keren. Ja, dat hebben we dan voor een ander. Want ik heb nu niet genoeg. Bedenk ook even dat... Dat de jaren, weet ik veel, 60 of zo waren. Dat was ja, de 60. Beste. En dat hun ballistic knowledge niet zo ver was als dat wij nu hebben. Want toen werd er ook nog steeds gedacht... Het is allemaal op tape, though. Dus ja, dat klopt. Alleen hun berekeningen zijn minder accuraat als dat we ze nu kunnen maken. En omdat we nu alleen nog de berekeningen van toen hebben, is het veel moeilijker om de juiste oorzaak en de juiste ins en outs te vinden. Dat is veel moeilijker. Het is wel te doen. En ik zeg ook niet dat je ongelijk hebt. Maar het wordt wel veel moeilijker naarmate de jaren voorbij gaan. Oké, dan hebben we het volgende keer maar over. Ja, ik vind het niet erg om het er nu over te hebben, maar... Ja, ik heb helaas niet genoeg notities voor deze zaak. Oké. We kunnen beter eerst allemaal even research naar doen. Voordat, ja, dat lijkt me wel. Maar heeft iemand nog iets te zeggen over het onderwerp? Ai. Heeft iemand nog iets te zeggen over het onderwerp? Nee, ik niet. Nee, wacht. Oké, dus we hebben tot nu zeggen van... laat maar. Oké. Wat? Zullen we naar de volgende... het volgende onderdeel gaan? Of... Willen jullie nog ergens over praten? Ja, laten we naar het volgende onderdeel gaan, Giovanni. In het volgende onderdeel gaan wij dus stellingen opzoeken. En dan als we de stellingen interessant vinden, gaan we er verder op in. Hebben we dezelfde mening erover, dan leggen we de mening uit. En dan gaan we gewoon verder. Want als we allemaal dezelfde mening hebben, is het niet leuk om erover te discussiëren. Nou, let's do this. Wil je de podcast 3 uur maken of zo? Ja, kan toch. We hebben genoeg tijd. Ja. We hebben niet zoveel tijd. Zijn we al bezig? We zijn nu al 3 kwartier bezig. Anderhalf uur. Of 3 kwartier. We zijn 3 kwartier aan het opnemen. Rijke mensen moeten na hun dood verplicht 90% van hun vermogen doneren aan de maatschappij. Ik zou zeggen, goede doel. Kan je het halen? Maatschappij. Nee. Rijke mensen moeten na hun dood verplicht 90% van hun vermogen doneren aan de maatschappij. 90% is te veel, toch? Nee, maar erfenis en shit. Ja, ik zou zeggen dat als er mensen zijn om het te erven, dat die mensen gewoon dat vermogen erven. Maar als er geen mensen zijn om het te erven, ze hebben er dan toch niks aan. En er is dan geen familie. En als er ook niemand op het testament staat... Als er geen testament is, dan gewoon sowieso. Dan moet je sowieso iemand... Yeah. Of als er iemand geen familie heeft en geen testament, dan moet je gewoon zeggen van... Hup, dan pompen we weer terug de maatschappij in. Maar dan moet het ook echt naar wie gaat het eigenlijk anders? Niemand. Dan blijft het gewoon van die persoon en dan kan niemand eraan komen. Oh. Waarom wist ik dit niet? Wat is dit? Wat is dit voor onzin? Ik weet het. Roddelbladen moeten verboden worden. Oh. Roddelbladen. Nee. Roddelbladen moeten verboden worden. Nee, want het geen kwaad. Nee. Ja, maar dat is eerder grappig dan iets. Ja, precies. Ritueel. Nou, ik snap het wel. Van waarom het zo. Waarom het weg zou moeten gaan. Maar. Het is niet echt nodig om het. Ik heb nu zoiets. Bedacht van. En het klopt waarschijnlijk ook gewoon. Als je wil dat je
beledigd bent om iets, dan ben je heel snel beledigd. En als je niet beledigd wil worden, dan zorg je ervoor dat je niet beledigd bent, wordt. Dus dan omring je je met mensen die je niet beledigen of zo, zoiets. Dus als je dat niet aan kan, dan zorg er gewoon voor dat je uit de buurt blijft van mensen die die dingen lezen. En dat je zelf uit de buurt van die dingen blijft. Ritueel onverdoofd slachten moet verboden worden. Oh god. Ritueel onverdoofd slachten moet verboden worden, staat hier. En wat betekent dat? Gewoon bijvoorbeeld. Wat is jullie mening daarop? Ik heb zoiets van, het boeit mij niet zo heel erg. Maar ja. Of het nou door, of het nou blijft of niet blijft, zou me koud laten. Ja, ik ook. Het mij boeit ook niet zoveel. Dus hebben we daar dezelfde mening over? Ja, gaan we volgens mij wel. Maar weet je, kijk, er worden genoeg koeien bijvoorbeeld elke seconde geslacht die wel onder verdoving is, maar... Dan is die ene van I'll take one for the team. Oh, politici en hun gezinnen moeten verplicht maken van publieke scholen en ziekenhuizen. Wat? Politici en hun gezinnen moeten verplicht gebruik maken van publieke scholen en ziekenhuizen. Wat hebben ze, doen ze dat dan? Ik heb zoiets van, laat ze gewoon hun eigen leven leiden. Want jij kan als je wil en je kan betalen je kind ook om een privéschool zetten, weet je wel. Dus ja, waarom zou een politicus dat dan verplicht moeten zijn om op een openbare school te zijn? Ik weet het niet. Wat is voor onzin? Ik heb in de klas gezeten met de zoon van Hugo de Jonge. Ik ga zijn naam niet vertellen, maar het was wel een... Het was, oké. Hij was tot een bepaald punt was hij een aardige jongen en daarna werd hij gewoon best wel... Ik weet het niet. Ik vond hem niet aardig meer. En hij deed gemeen tegen heel veel mensen. Kunnen we niet gewoon zijn naam opzoeken? Ja, je kan zijn naam opzoeken. Ik denk het wel. Alleen... Alleen ik wil het niet zeggen omdat ik niet weet of het op internet staat. Ik zal het even opzoeken. Laten we dan maar gewoon verder gaan. Ja. Oké. Oh, nee, dat wil ik niet doen. Oké. Ouderschap moet alleen mogelijk zijn met een door de overheid verstrekte vergunning. Nee. Ja. Wat is dat voor ons? Ik weet het niet. ik denk dat het de wereld veel beter zou maken, eigenlijk. Ergens wel, maar ergens kan je dat ook niet verplichten van mensen. Wat is dit? Je kan niet zomaar een prachtige kind krijgen. Dat is een beetje... Ja, precies. Dus je mag niet zomaar kind... Wat Hamza zegt, ben ik het wel mee eens. Dat je niet zonder vergunning van de regering, dat je moet eerst toestemming vragen aan de regering, voordat je een kind krijgt. Wacht, je moet aan de... Ik vind dat dat eigenlijk wel goed zou kunnen werken, alleen ik denk niet dat dat gehandhaafd kan worden. Precies. Het kan heel makkelijk. China heeft het al... In China is het gewoon moeilijk om dat te doen, ja. Maar Nederland, hier heb je geen kans. Ja. Maar wat als je zwanger dan wordt gevonden zonder document? Nou kijk, in China dan werd dat kind gewoon op adoptie gegooid. Of door de ouders zelf. Jitus, ja, dat dit niet. Dat is... Ze werden letterlijk in een mandje gegooid en dan op straat gegooid. En dan hoopten de ouders gewoon dat... Iemand... Ik dacht, dat is een Disney film of zo. Ik denk dat het een beetje te donker is voor Disney, Hamza. Nee, weet je hoeveel films de geadopteerde kind zijn naam? Ja, nee, maar heel veel Disney films, allebei de ouders zijn dood. Allebei, ja. Kijk, Spider-Man bijvoorbeeld. Oké, okay, ja, dat wel. Spider-Man is niet begonnen als Disney. Ah, ook, ik geef ook geen Disney. Er zijn Disney andere Disney films waarbij alle ouders dood zijn. Bambi. Ja. Tarzan. Tarzan. Frozen. Rapunzel. Wanneer zijn ze dan bezig?
Rapunzel zijn beide ouders nog levend, hoor. Ja, ze leven zonder hen. Dat is goed als het ook. Nee, aan het einde van de film komt ze gewoon terug bij haar ouders, Hamza Place 2. Ja. Deze sluit heel erg goed aan op die we net hadden. Ouders moeten bij verkiezingen een extra stem krijgen voor ieder minderjarig kind. Nee. Je kan iemand kinderen hebben. Heel veel kinderen op. Gaan pompen. Precies. En daarna de hele verkiezing. Wauw, bedoelen ze dan ook van geadopteerde kinderen? Want blijkbaar. Iemand kan misschien zelfs 10 geadopteerde kinderen hebben. Je kan niet zomaar 10 kinderen adopteren. Wettelijk gezien zijn geadopteerde kinderen je kinderen, gewoon je kinderen. Oké, kijk, bijvoorbeeld iemand heeft 5 kinderen geadopteerd. Vijf zussen en broers. Ja. Zijn alle 5 minderjarig. Krijgt, nou, als die regel meetelt, dan krijgt die moeder 6 stemmen. En dan kan die, ik zeg gewoon nee. Nee. Dit leidt ook tot een oneerlijk nadeel voor partijen die vooral gericht zijn voor ouderen. Ja. Sowieso leidt dat tot heel, heel erg veel benadeling. Want als je dan gewoon heel, heel erg veel kinderen krijgt, wat over het algemeen, niet dat ik daar iets tegen, ga ik niet zeggen. Wordt wel een beetje, ik zeg het wel na de podcast tegen jullie, maar ik ga dat gewoon op de podcast zeggen. Ik besloot het ineens van, dat is niet goed. Maar over het algemeen, als je veel kinderen hebt, heb je gewoon politieke macht. Je hebt meer politieke macht dan iemand die geen kinderen heeft, of 2 kinderen. Dus, mm-hmm. En dat is onzin. Dat is gewoon niet, lijkt me geen goed idee. Maar dat is sowieso wel eigenlijk zo, want ouders geven meestal gewoon, of je het wilt of niet, de meeste kinderen houden de meningen van hun ouders gewoon aan. Altijd. Maar er is een kans dat ze van gedachten veranderen. Van, weet je wat? Wat jij eten tegen me zei, ik vind dat was allemaal bullshit. Nu ga ik iets anders. Ja, dat kan. Oh. Ouders met maar 1 kind moeten verplicht een broertje of zusje erbij maken of adopteren. Nee. Ja, dat is gewoon de keuze van... Ja. Kinderen zijn geen cavia's. Ze gaan niet direct dood als ze geen persoon hebben om mee te praten. Of van hun eigen leeftijd. Wij zijn gewoon... Een kind krijgen ze ook heel anders dan een cavia. Precies, de cavia, dan ga je naar de dierenwinkel. En dan ben je... Hangt vanaf hoe ver je van de dierenwinkel woont. Ik ga niemand discrimineren die niet in de buurt van een dierenwinkel woont. Maar dan ben je, hoop ik, voor je binnen een dag weer terug. En als je een kind wilt, koop je dat gewoon in. Precies. Oké. Orgaanhandel tussen levende mensen moet worden gelegaliseerd. Oh mijn god. Die is... Oh, nee. Wow. Nee. 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 Ben je gek, ja. Dit zet echt op tot van alles. Mag ik je leven? Bedoel je gewoon als in 500 euro van mijn leven? Ja, gewoon van, ik hoorde dat jij een nier nodig had. Ik geef je wel die van mij voor 1000 euro of zo. Want je kan toch doneren? Ja, je kan het doneren, maar je mag het niet verkopen. Kijk, als ik zeg van, ik wil jou best mijn nier doneren, maar ik wil wel iets in compensatie hebben. Dat kan, alleen of je er nou mee akkoord gaat of niet. Dat ligt aan jou. Maar het is niet zo dat je... legaal. Want een nier kan het mag kopen legaal op niet. Het mag legaal niet. Dus stel nou dat jij dat een van jullie een orgaandonor nodig hebt en de ander zegt van ik wil je best wel mijn orgaan geven, maar dan sta je bij mijn krijt. Ja, dan zou het wel mogen. Maar ik denk dat het dat je het bij wildvreemden niet echt kan doen. Ik denk sowieso dat het een idee is. Oh. Maar dan ga je gewoon op de zwarte markt, even op Google. Hoeveel kost een nier? Oh, AliExpress heeft voor 20 euro een nier. Oh, echt? Weet ik veel. Ik hoop dat ze deze wel weer. Ja, precies. De vorige die ik besteld heb, kwam niet aan. En het was geen mensennier die ik daarna had besteld. Daarna kreeg ik ineens een leeuwennier. Oké. Okay. Ja, had je mij duidelijk moeten zijn. Ja, precies. Opgroeien in de stad is beter dan op het platteland.
Nee. Ligt gewoon aan wie je bent, waar je liever woont. Ja. Ik denk dat mensen die in de stad wonen, toch automatisch liever in de stad wonen, omdat ze niks anders weten dan in de stad wonen. Maar... Weet je, het heeft wel voordelen aan de kinderen dan. Want een kind dat op een boerderij opgroeit, heeft een betere immuunsysteem. Ja. Maar dat kind op de boerderij heeft waarschijnlijk ook minder vrienden. Ja, en minder toegang tot een educatie, omdat je dan heel ver uit de buurt woont van anderen. Als het in Nederland is, die guy kan gewoon een bus nemen. Ja, en dat die, Of je stapt gewoon op je trekker. Ja, gewoon rustig met 20 koeien. Vroom. Oh. Oh. Moeders moeten compensatie krijgen voor het inkomensverlies. Als je niks meer hebt, kan ik wel meenemen. Wat? Moeders moeten compensatie krijgen voor het inkomensverlies door moederschap. Volgens mij bestaat dat al. Dat heet kinderbijslag. Toch? Mensen niet per se directe compensatie, maar het is ergens wel effectief. Ja, dus dat betekent, je krijgt kinderbijslag en dat salaris wat je gemist hebt, krijg je ook nog van de staat. Dat betekent dat je gewoon oneindig veel kinderen kan krijgen en dan nooit meer hoeft te werken. Omdat je dan en kinderbijslag en de staat betaalt voor je kind. Dus ja, dan heb je ook weer zoiets. Dan gaan er mensen zijn die het systeem, die een gat vinden in het systeem waardoor ze er gebruik van kunnen maken. Want is je werk dan zwanger zijn? Ja, blijkbaar. Ik denk het. Oké, het is stil. Mensen met obesitas moeten hogere zorgpremie betalen. Mensen met overgewicht. Oh, dat is een interessante. Wat is jullie mening daarover? Nee. Nee? Nee. Ik weet het niet. Ik vind nog het. Ik bedoel, als je het jezelf hebt aangedaan, dan ja. Ja. Maar als je ziekte hebt of zo, waardoor je makkelijk gewicht. Ja, dat krijgt, klopt. Als je een Denk ik precies dezelfde mening als Hamza. Ja, ik ook. Want als je een. Dus, als je een langzaam werkende stofwisseling hebt. Stofwisseling over het algemeen. Dan word je echt heel snel. Dikker. Maar als je een hele snelle stofwisseling hebt, dan heb je heel snel anorexia als je niet genoeg eet. Ben ik het of van haar? Hey, ik denk dat het van haar zei. Wat? Wat was er? Oh, nee, je valt soms heel vaak weg midden in. Oh, sorry. Ik was heel even fit. Zin, man. Maar het is al van. Als het genetisch is, dan kan je niks aan doen. En als er iets. Zo'n ziekte is, ja, dan kan je ook eerlijk gezegd niks aan doen. En that's life. Yeah. Maar kijk, als je bijvoorbeeld uit jezelf gewoon elke dag met. Gewoon uit jezelf dik wordt, dan misschien wel. Het is gewoon. Ik denk dat je het kan zeggen als. Kan je er iets aan doen? Ja, dan... kan je. Als je niks aan kan doen, dan. Ja, daar geef je wel gelijk in. Laten we zo meteen nog Hamza's ding doen. Ja, dat gaan we sowieso. Oh, ja. Zal ik er nog één doen en dan... Ja hoor. Dan gaan we naar Hamza's ding. Kies dan de beste uit die je kan zien. Oké, de beste vinden. Die je kan vinden. Oké, deze is niet de beste die je kan vinden, maar dit vind ik gewoon een hele aparte die ik gewoon even wou delen. Hersteloperaties van het maagdevlies moeten verboden worden. Wat? Maagdevlies? Wow, herhaal dat ofzo. Hersteloperaties van het maagdevlies moeten verboden worden.
Waarom zou dat? Waarom? Zijn er oprecht mensen die dat willen? Nou, waarom zou je dat doen? Vaak, wat krijg... vaak religieuze redenen. Wat is de vraag? Oh, ja. Ik dacht dat ze het had over de maag. Nee, ja, maagdenvlies, zei ik. Sorry. Ik dacht, waarom zou je jezelf willen verhongeren? Nee. Kan je nog een keer vragen, wat was de stelling? Oké. Hersteloperaties van het maagdenvlies moeten verboden worden. Ik zat iets in mijn mic, dus ik heb dat er even uitgehaald. Oh. Ja, nu hoor ik het beter. Ja, ik heb het er even uitgehaald ook. Wauw. Maar ja, Luca, je wou iets zeggen dan. Nou, ik zal niet waarom je het zou doen, maar... het is heel erg religieus. Ja. Ja. Oké, dat is niet de beste die ik kon vinden. Maar wat... Nou, pech, want dat is niet mijn deel. Ja. Oké, nou, ga je gang. Nou, oké, we beginnen op 26 november 1956. Wat is het eigenlijk? Wat is dat dan zo'n naam? We hoeven niet het hele verhaal van je hele bloedlijn te horen. Nee, op het moment. Ik weet niet of het. Nee, je moet weten waarom het is sowieso ontstaan. Je moet weten waarom het is ontstaan. Dat is best wel belangrijk. Wat gaat Hamza doen? Hij is bezig met zijn hand. Hij is bezig met Hamza's hoekje. Hamza's zo heet het niet. Hoekie. Zo heet het. Het is Hamza's spooky hoekje. Nee. Hey. Dat is... Het is spooky. Oké, Hamza, ga maar verder. Oké. We gaan terug naar 26 november 1956. De directeur van de CIA in Amerika krijgt op zijn bureau een notificatie te krijgen van dat er een crash van een ongeïdentificeerd object is op Nevada in de Verenigde Staten. Dus wat ze doen, ze bouwen een basis op de crashlocatie. En die basis was toevallig op een area genaamd Area 51. Oh. Ja, dat gaat ons maar brengen naar de onderwerp vandaag. Is dit allemaal vrijgegeven vanuit de Pentagon? Nee. Maar okay. dat er een crash was, dat wel. Dingen... De Pentagon weet dat mensen de Area 51 kennen, maar ze gaan het niet zeg maar toegeven. Nee, oké. Oké. Een assistent van die directeur met twee andere assistenten hadden een hele grote ondergrondse programma gemaakt voor Area 51. Die hebben ze ook later gebouwd. En er gaan geruchten om dat ze daar de aliens en alle andere crashes verbergen. Maar wat ze echt daar deden, waren de YouTube spyplanes maken om over de Sovjet-Unie te spioneren. Dit was namelijk in de Koude Oorlog destijds. En wat de Verenigde Staten hiermee hebben geprobeerd te bereiken, van we probeerden iets geheims te maken, maar het was niet de aliens. Nee, niet kijken naar de aliens. Dit was wat ze geheim moesten maken. Snap je dit? Mm-hmm. Dit was best wel slim van hen gedaan, maar tenminste. Een werker, tussen haakjes, die werkte bij Area 51, Bob Lazar, die claimt dat hij in de ondergrondse sectie werkte van Area 51. En die claimt dat er zeker UFO's waren die op elektromagnetische energie werkten. Dus infinite, dat ziet als oneindig olie. En natuurlijk de Verenigde Staten, die wil weten hoe deze energie werkt. Hij claimt ook dat hij de bemanning tussen haakjes van die UFO zag. En de bemanning noemden ze The Kids. Wat ik best wel creepy vind. Ja, dat is best wel creepy. Misschien betekent dat ze echt op kinderen lijken. En heel veel mensen, heel veel auteurs betwijfelen wat deze man zegt. Toen kwam hij met zijn eigen boek uit. Bob Lazar, Area 51 Secrets heet dat boek. Volgens mij, uit mijn hoofd. Waarin hij zegt dat hij allemaal zag in die Area 51. Hij zegt ook dat hij een gekke handvingerscanner had gezien. Maar dit is heel dom van hem, want hij begint met spaceships. Dan denk ik van oké. Dan gaat hij naar aliens, dan denk ik van oké. En dan was deze coole handscanner, die was ook best wel leuk.
Ja. Maar tenminste, ze wouden die technologie uit de UFO's reverse engineeren, ja, in auto's en zo. Ja, ik heb daarvan gehoord. Heb je daarvan gehoord? Ik heb daarvan gehoord en ik heb ook al zelf een theorie welke energie die aliens, als ze zouden bestaan, gebruikt hebben. Kernfusie. Dat is waarin atomen bij elkaar gaan. Dat is eigenlijk gewoon wat er in de zon gebeurt, pretty much. Maar tenminste, wat deze man claimt, er was een nieuw element in deze UFO's. Element 115, die inmiddels ontdekt is trouwens. Die element kan maar voor 0,2 seconden bestaan. Als je het maakt. En wat deze element doet, is het maakt zijn eigen zwaartekracht. Nog even. Uit mijn hoofd. Alleen. Wat zei je? Volgens mij is dat Tennessee. Ik zou niet weten wat het is, maar het is nu wel in 2013 ontdekt. Als er iemand is die weet wat het is, is het Jovan. Ja. Oh nee, hoe heet het net? Moscovium. Moscovium. Maar tenminste, de crash die, waar ik het eerder over had, toen ze de Area 51 erop bouwden, een truckdriver had die crash gezien. En die had die camera er ook open over uit. Die zei, ik heb nog nooit zoiets geks in mijn leven gezien. En ik weet dat ik maar een lonely busdriver ben. Maar iedereen die ik nu ga kennen, die gaat mij niet betwijfelen of ik wel gek ben. Maar wat ik heb gezien die dag is waar. Ik hou zoveel van deze man, want hij begint ook met, ik weet dat ik maar een busdriver ben. Ja, want ik wou net gaan zeggen, het is maar een busdriver, wat gaat hij nou zeggen? Maar wat heeft hij gezien? Wat zei hij dat hij heeft hij gezien? Ziet de tussen haakjes UFO uit de lucht crashen. Oké, het is niet tussen haakjes een UFO, want het is een UFO, want een UFO is een unidentified flying object. Dus als ik zo gewoon... heet ze niet meer trouwens, zo heet ze niet meer. Maar het is een UAP nu. Een Unidentified Aerial Phenomena. Heet het niet. Ja? Oké, okay, dat lijkt me beter. Zouden jullie aliens erkennen of niet? Erkennen? Bestaan aliens volgens jullie? Ja. Ja? Ja. Ik denk eerder van niet. Ja, maar het is zo stereotyp om een klein groen wezentje te hebben met grote ogen. Dat is nee, zo maar, ja, dat... maar ik denk dat gewoon zometeen dat ze over 20 jaar ergens een bacterie vinden. Luister, alien. Ja, alles... dat verwacht ik wel. Aliens zijn dat alles... is al een alien. Ja, aliens zijn alles wat niet. Een levensvorm die niet van de aarde komt. Dat is voor ons een alien. En we hebben al alien fossielen gevonden. Of afdrukken van alien fossielen. We hebben dus al in Mars-meteorieten hebben we afdrukken van alien. Eencellige gevonden van alien micro-organismen. Als er alien zijn, dan verwacht ik een schimmel zo in de Venus. Of... Ja, dat kan ook. Maar ik verwacht meer dat het een beetje menslijk is, maar dan niet mens. Ik verwacht een levend wezen dat ook slim is. Ja. Als er aliens waren en ze waren hier geweest, dan waarom nemen ze het gewoon niet over? Waarom zouden ze? Waarschijnlijk hebben ze niks aan. Kijk, als wij aliens slim genoeg zijn om hier naartoe te kunnen gaan, dan hebben ze ons niet nodig. En als ze slim genoeg zijn om hier naartoe te gaan, dan misschien hebben ze heel veel. Misschien hebben ze mass population of zo en willen ze een nieuw land, dat weet je. Nee, volgens mij is het ik denk dat ze kunnen reizen dat ze niet dat ze al een oplossing hebben voor mass population. Ja, daarom. Want ze zijn dan slim genoeg. Ik weet want ze kunnen als hier komen, dan kunnen ze bijvoorbeeld misschien een moonbase maken en dan misschien andere planeten dichtbij bij hun ook zo van een planeet maken dat leefbaar wordt. Ja. En nog iets, als ze slim genoeg zijn om hier naartoe te komen, en ze zijn sentient, want dat is heel belangrijk. Dus ze hebben een ik denk sowieso dat ze sentient zijn als ze hier naartoe zijn gekomen. Ik denk een sentient of een hive mind. Dus dat is één brein wat alle andere breinen bestuurt en iets met die breinen kan doen.
Dat zou ook kunnen. Ik denk dat dat onwaarschijnlijker is dan een sentience. Maar alsnog, dan zullen ze ook zelf wel in kunnen denken dat wij mensen gewoon compleet idioot zijn. Precies. We maken elkaar als wij dat zelf wel kunnen. Om fossiele brandstoffen. Maken we elkaar af. En dan hebben waarschijnlijk die aliens ook zoiets van... Misschien is het wel besmettelijk wat ze hebben. Misschien komt het door een virus dat ze zo dom zijn. Ja, dat kunnen ze denken, ja. Dus ik denk niet dat als ze zijn, dat ze hier vrijwillig zijn. Dat het misschien hier iets gecrashed is. Ik heb het voor me dat hun een soort van dezelfde evolutionair van stappen heeft gemaakt als ons. Maar dan misschien verder is dan ons. Dus ja. Ik zit zo van... Ze zouden misschien niet eens half aap zijn. Ze zouden misschien een andere species zijn. We weten het niet. Want ze zijn van ergens anders. Ja. Dus ik denk dat hun gewoon... Misschien andere dingen hebben beleefd dan ons. Je kan het zo praten. Het gedachte van alleen zijn is nog angstaanjagender dan het gedachte dat er aliens zijn. Ja. 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 Want dat zou betekenen dat wij als enige op deze hele universum bestaan. En dat of de rest gewoon uitgestorven zijn of er zijn verder nooit andere wezens. Best wel bizar. En er zijn zoveel planeten die leven, aardsleven kunnen herbergen, dat het gewoon wel 100% zeker moet zijn. En je hoeft niet eens een planeet te hebben die bewoonbaar is voor ons. Want als er ergens een micro-organisme is beland, organismen doen er alles aan om te overleven. Alles doet er alles aan. Alles wat leeft doet er alles aan om in leven te blijven, ook... Je hebt al genoeg organismen hier op aarde die kunnen overleven op plekken waar wij niet kunnen overleven. Ja, precies. En waarom zou er geen organismen zijn die kunnen overleven op een andere planeet? Of zelfs helemaal in het vacuüm, want wij hebben zelfs hier op aarde bacteriën en micro-organismen die kunnen overleven zonder zuurstof en zonder zwaartekracht. Neem bijvoorbeeld kakkerlakken, die gaan niet dood. Stel je voor, we krijgen een oorlog met kakkerlakken, dan hebben we echt een probleem. Ja, kakkerlakken die kan je wel doodmaken, alleen je kan ze niet doodmaken met straling. Het is heel moeilijk om ze dood te slaan. Het is heel moeilijk om ze te raken met iets van een wapen of zo, want ze zijn heel... In Marokko kunnen ze vliegen. Ja, ik weet het. Dat kan hier in Nederland ook, alleen er zijn minder kakkerlakken. En kakkerlakken evolueren heel snel. Ze kunnen heel snel makkelijk tegen bijvoorbeeld gasten die wij tegen ze aangooien. Bij een kakkerlak zou je bijna elke week een ander wapen moeten gebruiken om ze uit te roeien. Als we een oorlog zouden hebben met ze. En ik denk dat zelfs kakkerlakken in kunnen... Als ze slim genoeg zijn om te bedenken van ik moet oorlog maken met hen... Denk ik dat zij ook wel in kunnen zien dat wij niet de slimste zijn. En ook gewoon niet waard is om tegen ons te vechten. Mm-hmm. Ja, zeg maar. Maar deze Bob Lazar state ook tegen de volgende generaties, zegt hij precies, just pay attention, just pay attention. One day the whole earth will know. Mm-hmm. Oké, okay, dankjewel Bob. Dat was heel erg mysterieus. Ik geloof hem niet. Als het echt zo is en hij heeft het publicly gemaakt, dan was de overheid al lang over hem gegaan. Hamza, weet je dat zeker? Hij leeft nog, hij leeft zeker. Ja, dat klopt. Maar als ze hem... Al klopt alles wat hij zegt, woord voor woord, al klopt het... Dan zou er alleen nog maar meer aandacht... En dan zou de regering het eigenlijk alleen maar bevestigen... Wat hij zegt. Als ze zijn boek zouden verbannen en hem zouden vermoorden. Er is ook een Netflix-film over hem gemaakt. Het heet Bob Lazar, Area 51 en Flying Saucers. De regering daar, die weet zelf ook wel van... Als wij er iets aan gaan doen, zodat hij het niet verder verspreidt... Dan lijken we verdacht. Kijk, dat jij niet gelooft, dat is al genoeg voor de regering. Ja. Kijk. Hou op. Jezus, sorry. Kijk, voor mij is het zo van... Als de regering niks doet, dan denkt iedereen dat hij gek is. Als de regering wel iets doet, dan gaat iedereen gelijk van... Oh, de regering is nu een beetje mysterieus bezig. Het is waarschijnlijk waar wat hij zei. Ja.
Ook de manier waarop hij praat. Zegt dan, just pay attention, the earth will know. Dat lijkt alsof hij een film aan het maken. Mm-hmm. Hij heeft ook een film. Bob Lazar, Area 51 en Flying Saucers. Ja. Yeah. Nou, ik geloof... Ik geloof wel in het buitenaards leven, maar niet in deze verhalen. Dit vind ik weer onzin. En trouwens, ja, cool. Hamza. Ja? Dat hoe hij kan weten dat het specifiek element 115 was, is heel specifiek wat hij zegt. Ik denk, ik betwijfel... Nee, maar hij zei dit voor 2013, voordat het element officieel werd. Ja, dat klopt. Alleen de natuurwetten blijven de natuurwetten. Het is heel erg moeilijk. Er zijn maar een paar sweet spots. En die zijn boven de 180 volgens mij. Waar hele hoge atomen, hele hoge atoomnummer atomen. Langer dan een paar seconden kunnen blijven bestaan. Element 115 bestaat maar heel kort. En is nog steeds niet bewezen. Publiek tenminste. Dat het echt een zwaartekracht, meer zwaartekracht dan andere materialen van zijn gewicht uitstraalt, zeg maar. Dus, okay. Ik weet niet of dat... Hoe lang zijn we eigenlijk aan het opnemen? Een uur en een kwartier. Gaan we nog steeds verder met Hamza Spooky Hoekie? Spooky Hoekie. Ik vind het wel een leuke rubriek. Ja, ik vind het ook wel leuk. Wat vind je? Het is geen rubriek. Wat is het dan, Hamza Play? Dan is het Hamza's Spooky Hoekie. De enige reden dat hij niet wil dat het een rubriek heet, is omdat hij niet weet wat een rubriek betekent. En ik wil het ook niet dat hij het weet, want ik vind het gewoon grappig. Dan vraag ik daar mijn goede vriend Google. Oké. Okay. Ja, dan vraag je het, hè? Ja, andere kitchen heb ik geen zin in, maar tenminste. Maar wanneer je een UFO ziet in de lucht, wat denken jullie dat een UFO zou zijn? Lichtjes vooral, toch? Nee. Ik denk niet dat ze hem zullen zien. De regering zegt dat het de spy planes, de U2 spy planes, mm-hmm. waren verantwoordelijk voor meerdere UFO-zichtingen. Klopt. Dat ze proberen het gewoon te coveren. Nee, de U2 spy plane heeft inderdaad een heel apart silhouet. Het lijkt niet per se om een cirkel, maar van bepaalde hoeken kan het als een soort blok lijken. En we weten hoeveel spyplanes er zijn. Want dat is nooit vrijgegeven. We weten wel dat ze helemaal van titanium zijn gemaakt. En bijna niet te zien zijn met radar, omdat ze zo hoog zijn. Maar we weten niet hoeveel er van zijn gemaakt, of er verschillende types van zijn gemaakt. En dat soort geheimen weten we. Dat in Area 51 opgeslagen wordt. Maar kijk, ze proberen de cover-up proberen ze te coveren met een cover-up. Ja. Dat is toch zo'n slim tactiek. Ja, voor mij is het zo van, als je denkt dat je een UFO ziet, kan het niet een UFO zijn, want als het een buitenaards wezen is, zijn ze geloof ik slim genoeg om niet zo dom te zijn om licht aan te doen. Ook al zie je lichtjes, het zou waarschijnlijk geen buitenaards leven zijn. Want ik heb juist meer gevoel dat ze gewoon een nep human in onze wereld gaan gooien. Ja, of nee, een drone. Of misschien zelfs een gewoon volledig niet echte mens gewoon op aarde gooit. Zodat ze zeggen van, okay, jij doet alsof jij een mens bent. En wij gaan kijken hoe mensen... Ja, hoe mensen zijn. Precies. Zoals wat wij doen tegen... Weet ik weer? Andere dieren, zoals bijvoorbeeld documentaires over penguins. En dan gaan ze fake dieren gebruiken. Ja, kunnen ze dat buitenaardse doen ook... Buitenaardse mensen ook doen met mensen. Ja, of eendenjager gebruik je ook neppe eenden. Ja. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat als ze slim genoeg zijn om hierheen te komen, dat ze echt wel in kunnen zien dat wij gewoon nutteloos zijn. Je krijgt niks. Je kan niks van ons krijgen. Ja, misschien eventjes zien van, kijk, nucleair bommen. Dat hebben we nog niet thuis. Laten we een paar steen. Ja, waarschijnlijk als ze zover zijn, hebben ze niet eens nucleaire bommen meer nodig. Dan hebben ze waarschijnlijk al een Death Star of zo.
één druk op de knop en je hele planeet bestaat gewoon niet meer. Precies. Like, als ze hier kunnen kopen met ja, als ze bijvoorbeeld lichtsterren ver zijn en als ze vanaf hun huis naar ons kunnen komen. Ik denk dat ze gewoon genoeg technologie hebben om gewoon ja, Death Sterren te gebruiken als een fuel. Ja. Als een wapen. Uiteindelijk, ze zijn gewoon slim genoeg. Ja. Er waren dus serieus mensen die paranoia waren dat er een echte Death Star naartoe kwam. Want er was een meteoriet die leek op een Death Star. En die was ongeveer net zo groot als de Death Star wordt verteld in de films. Dus waren er serieus mensen die dachten dat onze aarde opgeblazen zou worden. Kan je mijn broertjes horen schreeuwen? Ja, best wel duidelijk. Ik kreeg ineens een gigantische geluidsspiek. Oh, sorry. Ik ga heel Wisten jullie, de assassin van JFK werd geassassined door een andere persoon. En die assassin die assassin had geassassineerd, werd door een andere persoon geassassineerd. Ik weet niet of dat klopt, maar ik ben te lui om het te checken. Nee, dat klopt echt. Dat klopt. Oh, oké. Okay. Interessant. Dan maakt het sorry, wat had ik gemist? Oh, niks. Niet veel. Hebben we nog wat te vertellen? Ik niet. Ik heb mijn verhaal al verteld. Ik ook niet. Dus, was dit de aflevering? Dit was de aflevering. Oh, echt? Oké. Okay. Oh. Ja, dat had je een heel erg sorry. Oh, nee, kijk. Ik dacht van, bij Hamza's Spooky Hookie dacht ik ook van, zou ik iets gaan delen over een mysterieus ding? Maar ik dacht van, laat maar. Oh, dat kan je nog wel doen hoor, denk ik. Ja, nee, het is zo van, ik herinner me echt vage dingen. Maar ik kan wel soort van vertellen wat ik soort van nog kan herhalen. Even kijken hoor, laat ik van het begin beginnen. Er was een man, hij was, divorced? Nee, wacht, laat me van het begin beginnen. Oké, okay, een man, hij is ongeveer in de jaren 30, 40 jaar oud. Het is niet echt waar gebeurd hoor. Ik heb gewoon ergens een boek gelezen of zoiets. Ik weet het niet. Maar het was van, hij is 30 tot 40. Hij begon met een killing spree van 8 mensen vermoorden. Het zijn, die 8 mensen zijn 1 gay en 2 newly married. Mm-hmm. Wat nog meer? Oké, dat is de basic informatie. We gaan nu naar de soort van hoofdpersonages. Of, weet ik wel. Maar het is van, er zijn 2 hoofdpersonages. Mm-hmm. Hoe moet ik dit uitleggen? Mm-hmm. Wacht, ik ben een hele stuk vergeten. Oké, wacht, laat me herhalen. Oké, dus daar is een man van 30, 40. 5 jaar. Spijt me. Maar wat denken jullie dat zijn motivatie is? Dat hij 8 gay mensen heeft vermoord van die newly... Hij haat mensen. Kan, maar dat is niet de motivatie. Ik weet de motivatie al, dus... Na een tijdje lezen kwam ik eindelijk op die motivatie, maar... Wat is zijn motivatie? Dus zijn motivatie was... Nee, wacht. Oké, okay. Ik denk dat ik dan weer terug moet gaan. De eerste paar dat hij vermoord, die 2 mensen. Eén van hun ging hij een affair doen op zijn wife, of zijn vrouw. Oké. Okay. Alleen, kijk, nadat zijn vrouw erachter kwam, ging zij haar dochter meenemen naar een hotel en zei ze zo van I want a divorce. Zo, en toen ging ze uit elkaar. Hij wou nog steeds zijn dochter zien, alleen zij had full custody of haar dochter, dus mm-hmm. Zij wou niet dat hij lang zou komen, want zij zei dat hij een beetje gek in de hoofd was.
En die man waar hij een relatie had, terwijl hij getrouwd was met zijn vrouw, die gast is al, toen was nadat misschien geloof ik een maand nadat hij klaar was met die relatie met die ene man, andere man, ging hij trouwen met een andere man. En hij werd dus boos dat hij zo snel kon move on. Ja, hij kon zo snel verder met zijn leven. Dus hij werd boos en hij had diegene vermoord. Dat was de eerste. Eerste twee mensen die hij had vermoord. Daarna, in de nieuwe huis van waar de oude twee mensen waren, kwamen twee nog een nieuwe koppel. Hij zat hun te stalken en probeerde. Ik weet niet wat hij probeerde, maar hij zat hun te stalken. En na een tijdje ging hij hun vermoorden. En zo ging het door tot de laatste. Oké. De laatste twee waren eigenlijk detectives die undercover gingen en soort van secret mission gingen doen. Oké. Ja? Wat nog meer? Maar zijn motivatie was om een nieuwe persoon te vinden dat precies hetzelfde leek op die eerste man die hij verliefd op was. Maar daarna ging hij move on en dan ging hij met een andere man trouwen. Hij zocht naar precies dezelfde kopie van die gast, zodat hij die kan kidnappen en dan kan zo van de zaakjes voor kan doen. Dat hij eindelijk is getrouwd met zijn liefde. Okay. Dat was motivatie. Wauw. Het was een beetje obsessief, maar. Ja. Hij ging ook een paar keer die hoofdpersonage. Ik had echt zo van: wat is dit? Maar. Motivatie was een beetje questionable. Ik dacht eerst dat hij gewoon gay mensen haatte. Maar later kwam opeens zei die van. Oh mijn god. Zei die zo van: I have finally found you again. Ik zat zo van: over wat? Ja. Soms zijn boeken gewoon heel apart. Ja. Ik moest geloof ik niet eens openen. Ja. Maar het is een. Ik denk dat ik even moet gaan. Oh. Ik denk dat we eerst gaan sluiten. Ik denk dat de podcast dat dit een goed einde is. Einde op mijn rare verhaal. Dit is echt de langste podcast. Bijna 1,5 uur. Als er nog 1 minuut en 15 seconden blijven, is het precies 1,5 uur. Ja, we kunnen ons gedag zeggen dan. Dan hebben we al 1 uur en 30 minuten. Nou jongens, vonden jullie dit ook een leuke podcast? Like en subscribe voor meer. Druk ook op het belletje als je wilt genotificeerd worden als we een nieuwe video uploaden. By the way, dat is waarschijnlijk. Volgende week is het de. En als je de assassination van Kennedy. Zullen we. Oké. Okay. Kunnen we 1 ding afspreken met de kijkers of luisteraars? Ja. Uh-huh. Dat we dit minimaal om de week gaan doen. Minimaal. Als we tijd hebben. Als we tijd hebben, okay, ja. Oké, dus dan gaan we die belofte maar niet maken, oké. Okay. Nee, maar wat we wel kunnen zeggen, de volgende mensen die in onze comment section iets schrijven, die krijgen een shout-out in de volgende podcast. Dat kunnen we wel beloven. Ik heb eerlijk gezegd dat er nu niemand iets gaat zeggen. dan niemand. Oké. Je kan dingen in de comment section plaatsen. En als je een shout-out wil, schrijf je er hashtag shout-out bij, oké? Okay? Dat is goed, toch? Ja, dat kunnen we wel doen, ja. Ja. Dat kunnen we doen, ja. Hey, hoe lang we zijn nu opgenomen? Anderhalf uur. Ja. Nou, jongens. Tot de volgende. Tot de volgende keer. Ik had het een keer zeggen. Doei.